Christian van Hussen, na afloop van deze wedstrijd DVS 33 tegen Dovo. Gefeliciteerd met je mooie doelpuntje. Ja, dankjewel. Ja, hij zat er lekker in, geloof ik. Ik moet hem nog even op de beelden terugzien, maar het was een mooie goal wat ik begreep. En een prachtige assist. Mooi paasje ertussendoor, zo aan de binnenkant van Roald. Ja, ja, bij de goal bedoel je. Ja, ja, ik gaf hem op Roald en ik liep door en hij gaf me goed mee. Dus ja, zat er lekker in. Ik wil je feliciteren met de goede reeks wedstrijden die je achter elkaar aan het spelen bent. En dat is lekker, dat moet jou een goed gevoel geven. Van daarvoor kwam je bij DVS. Je komt natuurlijk terug van die vervelende blessure en je bent er weer helemaal, Christian. Ja, zeker. Ja, ik heb ook het vertrouwen gekregen van de trainer gelijk na de winststop. En ik hoop dat ik dat zo kan terugbetalen. Ik moet wel zeggen, qua inhoud kan het nog wel beter. Want dat is nog niet waar ik moet zijn. Dat was voor de winststop beter. Maar ik denk dat mijn vorm wel na de winststop beter is dan voor de winststop. Verder was het wel een beetje een onrustig potje. Ja, zeker. Ja, ik denk dat we het eerste kwartier heel goed begonnen. Kwamen we 1-0 voor en dat is eigenlijk altijd wat we wel willen. Maar we vergaten eigenlijk te voetballen zoals normaal. Moet ik wel zeggen dat we nog wel behoorlijke kansen hebben gekregen. Maar we waren daar wel slordig in, maar ik vond het was niet het DVS wat we kunnen laten zien. Ja, want daarvoor kwam je hier en daar geniet je het meest van, hè? Ja, ja, zeker. En je weet wel natuurlijk dat Dovo een lastige tegenstander is, ook gezien de wedstrijd voor de winststop. Ze leggen een hoop energie in de wedstrijd, maar normaal gesproken kunnen wij heel goed voetballen. En ik denk dat we dat vandaag niet op de mat hebben gelegd. Precies, maar ondanks dat toch gefeliciteerd met deze prima 3-1 overwinning op Dovo, jongen. Ja, dankjewel, hè. Dankjewel. Christian, bedankt. De analyse van deze wedstrijd met José de la Fuente, Pozzo de la Fuente. Prachtige naam, José. En Bert van Hunestein. José, jouw verhaal van deze wedstrijd. Eerste helft eerst. Nou, ik denk de eerste fase van de eerste helft dat we redelijk aan elkaar gewaagd waren. Voor mezelf zie ik deze wedstrijd als de wedstrijd van de momenten. Er zijn een aantal momenten waarvan ik denk... hoe kan dat, hè? Die twee doelpunten die vallen, het moment waar het tweede doelpunt ook vallen. Maar goed, de eerste helft ook het eerste doelpunt van DVS. Dat mag ons als Dovo zijnde niet overkomen, het gebeurt wel. En dan geven ze toch een cadeau, een zetel om de wedstrijd te continueren. Een ander opmerkelijk ding vind ik ook is twee voetballende ploegen, dat er zoveel gele kaarten vallen. En ja... Die ene gele kaart van de rechtsback op ons, Kesley. Ja, ik van achter. Het zijn wel momenten waardoor wij de druk niet meer naar voren kunnen houden. Ja, en dan speel je tegen DVS. Ja, en DVS is geen huppie vooruit. En DVS doet wat ze het hele seizoen al goed doen. Is gewoon goed voetballen. En dat zie je ook met heel veel kwaliteiten. En de tweede helft, wat ik al zei, valt dat de 2-0. Ook weer uit een heel ongelukkig moment zien wij er niet goed uit. En de wedstrijd, DVS laat de wedstrijd niet meer lopen. Tot op het einde. Toen dacht ik. Nou. Maar ja goed, daar laten wij de kansen liggen. En moet ik ook bij zeggen, we speelden vandaag met twee hele jonge jongens. Tim van der Weerthof en Tarik Elkulati. Tim, de keeper, die heeft een weergeloze wedstrijd gespeeld. Echt goed gedaan voor zo'n jonge jongen. Uit bij DVS met deze entourage. Compliment voor hem, maar ook voor de rest van de ploeg. Ze hebben het goed gedaan onder deze omstandigheden. En Tarik heeft de eerste helft zijn pijpje helemaal leeggelopen voor de ploeg. En nogmaals, daar kunnen we heel erg tevreden over zijn. Maar waar we niet tevreden over zijn, is de kansen die we hebben en die we niet benutten. Oké, José. Nou, dat is een heel verhaal. Bert, jouw verhaal. Volgens mij ben je niet helemaal tevreden. Nou, dat zit er meer in de eindfase. Ik vind dat de eerste helft gewoon erg goed gespeeld. En wij bepaalden het tempo en Dovo werd moe van het achter de bal aanrennen. En ik vind dat we gewoon de regie hadden. En de logische gevolg was die 1-0. Ja, de tweede helft moet je nog hoger tempo gaan spelen om Dovo helemaal op de knie te krijgen. En dan word je al snel geholpen door die 2-0. En daarna vind ik, dan moet je het verschil gaan maken en moet je het uitbouwen. Nou, dat lukte niet goed. En dan wordt het nog uiteindelijk 3-0. Maar na de 3-1, volgens mij, kregen we nog een mega kans. Ik vond de laatste 10 minuten van ons erg slordig. We hielpen elkaar niet meer. De organisatie was weg. Maakte verkeerde keuzes. Dus dat blijft dan een beetje hangen zo aan het einde van de wedstrijd. Maar ik vind het wel knap hoe we gespeeld hebben. Want voor mijn gevoel zijn we verder niet in gevaar geweest. Wordt het uiteindelijk 3-0, zeg je. Maar dat was wel een prachtig uitgespeeld aanvalletje.
Jawel, maar dan weet je, die kwaliteiten zitten binnen ons helft. Maar daar hadden we nog veel meer mogelijkheden toe. En ik vond ons in de passing in de tweede helft veel te slordig om tot grote successen te komen. En als we de ballen bij de spitsen kregen, dan kwam die te snel weer terug. We hielden hem niet vast, we konden niet lekker aansluiten. Dus het werd rommelig. Het was een heel vervelend potje de tweede helft, vond ik. Precies, en door die slordige passing, ziekenhuisballetjes noem je dat ook wel eens, krijg je nog wel eens van die druistige overtredingen? Ja, nou ja, druistige overtredingen. Wat ik al zei, soms in de duels, werden duels gewoon aangegaan. Waarbij ook, ik bedoel, wat ik al zei, die rechtsback, ik heb echt wel het idee dat hij niet voor die om de jongen te gaan blesseren. Maar ja... Op de bal mag het. En ik bedoel, er is vandaag, naar mijn beeld, is er niet nagetrapt en dat soort dingen allemaal. Dus het, ja, maar dat kan ook niet. Daar is DVS de ploegniveau en Dover helemaal niet om dat soort voetbal te spelen. Het zit ook absoluut niet in Frank van den Burg. En ik gun het Kesley Den Haag ook helemaal niet dat hij met een forse enkelblessure het veld af moest. Dat is natuurlijk wel heel erg jammer. Maar dat kan nooit de bedoeling van Frank van den Burg zijn geweest, Bert. Nee, ze zit hij absoluut niet in elkaar. Die gaat altijd eerst voor de bal en ik moet het even terugzien. Maar hij heeft ook netjes excuses aangeboden, dus dat zegt genoeg. Ja, ze gingen verder wel goed met elkaar op. Ondanks het feit dat ze nu en dan forse overtredingen bij waren. Ze kennen elkaar ook heel goed, José. Ja, zeker. Ik ken een paar jongens van DVS, ken ik zelf ook. En jou ken ik ook natuurlijk. Maar... ja, nee, dat was de wedstrijd niet na. Prima wedstrijd. De trainer zei het al. Het rommelige heb ik ook de tweede helft gezien. Ik denk van ja, dan was het nog een mooiere wedstrijd geweest. En de scheidsrechter wil ik even achterwege laten, de rest. Oké, verdiende overwinning denk ik. En uiteindelijk ook nog een prachtige redding van Paul Eppink. Ja, Paul keepte erg sterk. En dat zeg ik, die hield... ons even op de benen. Dat was gewoon onrust achterin. En dat moet je niet laten gebeuren. Je moet die nul houden. Dat is missie 1. Dat hebben we niet gedaan. Maar weet je, Piet, we spelen week in, week uit hartstikke goed. En nu was de focus even weg op een gegeven moment. En dat kan gebeuren in de voetballerij. Je raakt heel gauw verwend als DVS publiek zijnde. Dat weet ik zelf ook voor mezelf. José, bedankt voor deze prachtige analyse. Ik vond het heel sterk. Dankjewel. Oké, Bert, jij ook bedankt.